Hallo. Welkom bij weer een nieuwe vlog. In deze vlog gaan jullie zien dat ik mijn haar laat verven. En daarnaast nog een aantal hele toffe dingen. Het was een hele drukke, leuke week. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier. Ik wil ook nog een kleine disclaimer geven. Want ik ga dus even een weekje naar mijn ouders toe. En ja, dan heb ik niet heel erg veel om te vloggen, denk ik. Dus ik ga deze vlog gewoon even in tweeën delen. En dan ja, hebben jullie 2 weken lang leuke content om te zien. Ik ga denk ik nog wel een aantal dingetjes filmen. Maar ja, ik heb gewoon minder te doen dan wanneer ik in Amsterdam ben. Dat is nou helemaal zo. Dus heel veel kijkplezier. Doe een duimpje omhoog. Laat een comment achter, want dat vind ik leuk. En deel hem met mensen. Thanks. Oh jongens, ik heb toch lekker gekookt. Parelcouscous met gegrilde groenten, paprika, geroosterde amandelen, feta en een sausje met buffel, soort buffelyoghurt. Super lekker. Ik heb dit super leuke truitje gekregen van mijn moeder. Toen ze hier waren zondag heeft ze die voor me meegenomen. En I'm loving it. Leuk met een blouse. Ja, helemaal happy mee. Ik heb een strakke planning vandaag. Maar dat vind ik juist wel fijn. Dat ik gewoon van tijd tot tijd bepaalde taken uitoefen voor mijn agency. Dus daar ben ik lekker mee bezig. En ik heb vanmiddag om 16:30 een concert. Online weer via Zoom. Via Universal. En ja, ik heb er eigenlijk super veel zin in. Het waren allemaal artiesten die ik nog niet echt kende. Er was 1 artiest bij waar mijn vader toevallig een LP van heeft gekocht. Ik denk echt al 5 jaar geleden of zo. Dus dat is heel erg leuk. Daar heb ik heel veel zin in. Dus daar kijk ik een beetje naar uit. En ja, nu ga ik eigenlijk gewoon weer lekker knijterhard aan het werk. Dus er is niet heel veel om tussendoor te filmen. Maar ja, jullie zien straks het concert. Ik heb, als het goed is, binnenkort weer een kappersafspraak. Ik heb een leuke samenwerking met een nieuwe kapperszaak. En ze gaat me als het goed is dus vandaag even bellen. Dan plannen we wat in. En dan krijg ik weer een nieuwe look. Ik ga er wel voor zorgen dat er niet te veel van mijn haar afgaat. Want mijn haar groeit gewoon niet heel snel. En ik wil eigenlijk dat het gewoon weer lekker wat langer wordt. Dus ik ben al onderweg naar wat meer lengte. Want het was... Nou ja, kijk, het is nu tot hier. Als ik het helemaal uitgeef, want mijn haar is natuurlijk krullend. Maar het was echt tot hier of zo. Dus er is best wel wat aangegroeid. Dat zie je ook wel aan mijn uitgroei. Dus ja, ik denk dat ik dan gewoon weer lekker voor babylights ga. Weer een beetje wat helderder allemaal, wat lichter. En dan ben ik weer helemaal ready voor de zomer. Dus ja, daar ben ik wel heel erg... daar heb ik wel veel zin in. Om weer even een nieuwe kop te krijgen. Right, ik heb er al een drukke... ochtend eigenlijk op zitten vol met allemaal taken en dingen. Ik heb namelijk social media management voorbereid voor een klant van mij. En ik heb een offerte gemaakt en uitgestuurd. Dus daar ben ik eigenlijk mee bezig geweest. En ik kreeg net een telefoontje over de kappersafspraak. En die is morgen. Dus dat is heel, heel erg leuk. Dus ja, daar heb ik heel veel zin in. Jullie horen het tafeltje een beetje heen en weer kijken. Het is vandaag eet wat je wil dag. Dus ik heb lekker à la Sonja Bakker deze eierkoek met slagroom en aardbeidjes gemaakt. En weet je, aardbeien met slagroom en zo'n eierkoek, dat is dus best wel weinig calorieën. Bijna alle diëten en nou ja, dieetboeken, die zeggen allemaal dat dit een verantwoord tussendoortje is. Dus ik ga hier lekker van genieten. Alright, ik zit alweer klaar voor het online concert. Ik heb mijn Access All Areas pas. Zoals jullie kunnen zien. En daarnaast heb ik dit glas gekregen. Heb je glas staat er. Dus we gaan straks met z'n allen proosten. Ik had ook wat drankjes opgestuurd gekregen. Maar die zijn natuurlijk al op. Dus ja, super leuk. Ik laat zo wel even wat scènes zien. Of wat scènes zien. Wat ja, nummers zien. Ik heb nog steeds dit zo aan. Dus nou, ik zit helemaal klaar. Als ik alles kon vergeten. I'm not seeing after nothing when I think of all the memories, yeah. Of you and me, yeah. Oh, I'm tired of holding on to something just because I'm scared you're gonna leave, yeah. This was from an extra. You say it's never your intention, and I'm just in a bad mood. When she's gone, ooh, the walls are way too thin. Ja, daar zijn we wel naartoe met z'n allen. Wat is jouw gedachte? Ja, dat klopt. Zullen we het vast ook even heffen, gewoon met iedereen in de Zoom-case? Dat lijkt me wel eventjes, toch? Dag proost allemaal. Ja, kunnen we allemaal even, jongens? Ja, kijk. Zo kijk, hoort het. Wat een sfeertje. Wat een talent kwam er ook voorbij net. Ja, mooi hè. Wat een toffe releases er ook allemaal aankomen de komende tijd. Hef je glas. Proost. En kom, hef je glas met mij. Begon dan was met mij. Want deze mooie tijd gaat veel te snel voorbij. Ik heb sinds gisteren namiddag echt onwijs veel pijn ja, bij mijn linkerschouder en een beetje daaronder. En ik heb afgelopen week 2 keer zo'n sneltest, zo'n snel coronatest gedaan. Zo'n zelftest. En die zijn echt wel goed te vertrouwen. Er zijn ook allerlei onderzoek naar geweest. Dus ik heb geen corona. Maar mijn pa heeft ooit een longembolie gehad. En ik heb ook echt pijn met ademen. En ik kon ook echt heel moeilijk in slaap vallen. Omdat iedere draai pijn deed. Maar ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik nou het beste kan doen. Dus ik heb net ook even mijn moeder gebeld. En die zei ook van ja, je moet even de huisarts bellen. Maar ja, die nemen niet op. Volgens mij is de huisarts maar tot 5 uur open. Dus het is weer precies dat je denkt, ja, leuk. Ik ga even checken of ze echt tot 5 uur open zijn trouwens. Alright, ik heb net de huisartsenpost gebeld en ze hebben een afspraak voor me gemaakt. Omdat ik drukkende pijn heb en het al best wel lang aanhoudt. En omdat mijn pa natuurlijk ook die embolie heeft gehad. Dus we gaan zo naar de huisartsenpost. En ja, ik hoop dat dat niks ernstigs is. Maar better safe than sorry. Ik heb alleen nog niet gegeten, dus dat is ietsje minder. Maar ja. Eli die brengt me heel lief, dus dat is wel heel erg fijn. En nu maar even snel wat eten. Oké, even snel deze hamburger gemaakt. Er hoorden eigenlijk nog aardappeltjes bij en een soort salade, maar geen tijd voor. Dus even snel eten en dan naar de huisartsenpost. Alright, het is heel vroeg en ik heb al mijn spullen mee om te shooten. Dus ik ga nu naar de locatie en dan hoop ik dat het rustig is op de plek die ik in gedachten had. Even kijken hoe dit gaat. Ik heb dus allemaal bordjes en zo ook mee. Dus ja, ik hoop maar dat het rustig is en dat er niet allemaal mensen zijn die zich ermee gaan bemoeien. Want ik vind dat zo irritant. Ik had laatst ook dat ik ging shooten buiten met mijn statief. En toen werd er ineens op een raam geklopt aan de overkant. Er allemaal mannen die aan het kijken waren, al die werklui. Dat vind ik dan toch irritant. Ik denk, ja, nou ben ik me ervan bewust. Zou het gewoon op, laat me gaan. Maar ja, het is vroeg. Het is 8 uur. Redelijk vroeg. Dus nou ja, we gaan het zien. Oh, dit vind ik dus echt zo mooi. Die ochtendzon, waterbootjes. I love it. Oké, ik ben op de locatie. Ik ga hier shooten. Dan moet ik alleen nog even kijken hoe ik hem het beste in beeld ga krijgen. Want dat is nog een dingetje. Hallo. Hi. Ik ben nu met Ramon en we zijn gezellig in het Vondelpark. Gezellig hè? En wat is het weer toch lekker. I know right? Het is eindelijk weer lekker warm. We hadden elkaar echt al heel lang niet gezien. Maar echt heel lang. Hoe lang is het geleden? Ik denk zeker wel sinds dat corona uitbrak, net daarvoor. Dus dat zou wel 1,5 jaar terug zijn. 1,5 jaar, hè? Toch 1,5 jaar alweer. Ja. Nou ja, de nodige tijd is... Tenminste, in de tussentijd is er wel wat veranderd hier en daar. Inderdaad. Jij woont in Amsterdam? Ik woon in Amsterdam, maar dat was al. Ja? Dat was al. Oké, nou ik ben 24 kilo afgevallen. Jawel, jongens. Oh my god, look at him. Dus ja, nieuw look. Helemaal blij. Precies. Looking good. Ah, ja, en nu moet het allemaal weer gewoon een beetje normaal worden, hè? Ja. Dan gaan we gewoon weer... Maar ben jij iemand die meteen die vaccinatie gaat nemen? Of heb je zoiets van, nou, ik wacht nog even af en het hoeft voor mij niet zo? Eerlijk gezegd, weet je wel, ik bedoel, ik vind het een lastig onderwerp. Omdat heel veel mensen daar een ander gevoel of mening bij hebben. Ja. Ik sta er een beetje neutraal in. Ja. Al ben ik wel een beetje afwachtend. Omdat ik gewoon eigenlijk zoiets heb van, ja, mijn immuunsysteem is dermate goed. Ik heb nog nooit geen corona gehad. Nee, oké. Weet je wel, dus... Ja. Ik heb wel mensen om me heen gezien die het wel hebben gehad, en voornamelijk wat oudere mensen. Ja. Dus ja, ik neem dan gewoon afstand van mensen gewoon netjes. Ja. Pas me daar wat op aan, maar ik zou niet helemaal vooraan in de rij gaan staan om het meteen te gaan nemen zelf ofzo. Ja, ik wel. Ja, ik wel. Maar dan zeg ik van joh, ik wacht liever even af. Ja, we gaan zo wel even langs het water. Ja, dat is wel leuk. Ja. Voor de rest moet ik gewoon eventjes nog maar kijken, wat zijn de ervaringen, wat doet het. Het schijnt ook te zijn dat sommige dingen weer anders gaan dan het andere. Er zijn 3 versies of zo. Ja, klopt. Je hebt dus Moderna en Pfizer. En die laat eigenlijk een beetje een gebruiksaanwijzing achter in jouw lichaam. Ja. Dat wanneer jij corona krijgt, dat je lichaam dan weet wat hij moet doen om het... Nou ja, op te lossen, zeg maar. Mm-hmm. En bij AstraZeneca en die andere krijg je dus een stukje corona in je lichaam. Ah ja. Net als met een gewoon griepvirus. Of... Ah ja. Zeg je dat? Zeg ik... Ja, dat zeg je goed. Griepvirus. Ja. Dus dat hele gedoe met dat trombose, mm-hmm. Dat is dus met dat AstraZeneca. Aha. Omdat je dus van corona ook trombose kunt krijgen. Mm. En het is dus bij, bij jonge vrouwen vooral... voorgevallen, omdat die natuurlijk de pil slikken en dan heb je ook al een verhoogd risico eigenlijk op trombose. Ja, precies. Dus als je dan ook nog eens dat vaccin krijgt, daarom kan ik me heel goed voorstellen dat jij het dan wel weer wil en dat je misschien denkt van joh, ik merk niks, ik merk wel fietsers op, maar ja goed. Precies. Ja, maar goed, aan de ene kant, ik vind het een beetje een lastig onderwerp. Want ja, ben ik nou echt tegen? Nou nee, dat is het ook niet. Ja. Maar ik denk dat iedereen het voor zichzelf moet bepalen. En ook gewoon, als je dan kiest het niet te doen, bijvoorbeeld wel gewoon een beetje rekening houden met andere mensen. Ja, precies. En dat je dus gewoon daar wel transparant in kan zijn zonder dat je aangevallen wordt. Dat zou natuurlijk de ideale wereld zijn. Ja, dat is waar. Maar goed, ik bedoel, aan de andere kant, daar leven we gewoon niet in. En dat maakt het ook wel weer leuk, toch? Ja, zeker weten. Zeker weten. Right. Even kijken, dan ga ik wel... Ja, hij is een beetje... Wacht, zo. Het staat niet helemaal zoals jullie dat had gepland. It's okay. Nee, maar wij gaan gewoon nog even gezellig lekker wandelen. Even genieten van het zonnetje en bijkletsen. Want deze man is getrouwd. Oh, ik ben ook heel getrouwd. Kijk. Oh. Hier, got it. Daar wil ik alles over horen. Ja. Ja, is lekker. Ja. En dit is het resultaat. Ik ben weer helemaal blond en licht en ready for summer. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Het licht was gisteravond niet heel top meer. Dus ik dacht, ik laat het jullie gewoon even zien als het de volgende dag is en het licht wat beter is. Wacht, ik ga even in de zon staan. Un momento. Ja, dus ik ben helemaal blij ermee. De salon was ook zo leuk. Er was zo'n hondje, zo cute. Dus ja, dat hebben jullie natuurlijk allemaal net gezien. Maar ja, ik ben er helemaal happy mee. Ik ben heel erg benieuwd hoe het ook gaat staan als ik mijn krul weer heb. Want het is nu natuurlijk weer heel mooi, zo golvend. Maar waarschijnlijk met mijn krullen gaat het ook weer heel mooi zijn. Verder, gisteren is dus de renovatie van het toilet begonnen. En daar heb ik jullie volgens mij al wel over verteld ook. Maar als je het nog niet hebt gezien, het toilet wordt dus gerenoveerd. En in plaats van een gewone ouderwetse wc hangt er nu dus een handtoilet. Alleen, ik dacht dat dat een vooruitgang zou zijn. Alleen, nu zit je letterlijk dubbel. Dus ik moet schuin op het toilet gaan zitten om naar het toilet te kunnen. Wat gewoon helemaal KUT is. Dus ik ben heel erg benieuwd of er een uitbouw komt. Of dat de bedoeling was dat ze het zo zouden laten. Ik ga jullie in ieder geval even laten zien hoe het er nu uitziet. Nou, het is sowieso nu natuurlijk een rommeltje. Look at that. Kijk, dit is nu. Dit wordt natuurlijk allemaal nog betegeld en netjes. Alleen, er is zo'n klein stukje waar je nu naar het toilet kunt. Dus je zit gewoon met je knieën tegen die deur aan. En helemaal als er mannen zijn, dat is gewoon niet te doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Dus ja, dat laat ik jullie nog even weten. Ik ga nu lekker ontbijten. Het is al wel wat later, maar ik heb heerlijk gewandeld in het park. En ik ga dat gewoon mijn nieuwe ritueel maken. Dus ja, het is vandaag vrijdag. Ik ga lekker genieten. Ik ga wat items op Vinted zetten en even relaxen. En dan morgen weer aan het werk, want ik heb weer allemaal leuke meetings staan. En I'm so excited! En dat was hem. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Vergeet dus niet dat duimpje omhoog te doen. Een leuke comment achter te laten. Echt, doe het, want that makes me happy. En ja, dan zie ik jullie volgende week weer in een nieuwe vlog. Ciao!